toch vlak, hè? Ja. Kijk, ik weet dat als je overijzen op de televisie laat zien, hè, vlak, hè? Dat je dat tegen iemand zegt, jongen, dat is heel stijl. Dat zie je niet, hè? Jongen. Wat beweging ook hebben, hè? Ja. Die gaan allemaal door, hè? Ja, dat is goed. Kom maar, Tom. Allemaal nog voorbij. Kom maar. Dat is goed, man. Ja, maar kijk, de zuslang komt te vangen, hè. Ja. Thank you.
Zowel ik in. Hey, Thomas, kom maar aan. Piratjes worden zeker al 10, 15. Zit er allemaal bij in? Kom maar, Kevin. Nee. Ik kom van de Kasselse Durvers, denk ik. Hè? Ja, ja. Doei! Hey, nou, als we weer allemaal aan de brengen, dan springt dan link maar uit de brengen, dan komt er wat van later achteraan, dan hebben we daar ook de post deze klein tijd. Op 2 ronden van het einde. 2 ronden van het einde, inderdaad, ook voor Kevin Kamp op 2 ronden. De dubbele ronde van de wedstrijd. Laatste ronde.
jammer uit als jullie laten roepen. Zijn de zusters nog niet komen? De laatste ronde met de laatste ronde, dat draait dat jonge mannen die komen kijken en die natuurlijk ook willen gaan cyclocrossen. Dat zou duidelijk zijn. Goed, de volgende renners die verlaten. Nou, de Kyle. Benieuwd natuurlijk, want ik verlaat de wedstrijd. Laatste ronde, een half. Daarvoor is het einde wedstrijd. Oh, deze renners hebben ons toch weer een knappe wedstrijd voorgeschoten. Oh. En het moet maar eens opgeleid worden dan dit, want die wordt onmiddellijk afgestraft. Daarom blijft het spannend. Heading op de winnaar hebben wij ze dadelijk. Stijn Huis is de absolute nummer uno. Voilà, die wint de wedstrijd. Dat is iemand uit de willige. Zweek 2, uit de willige 3. Dan hebben we de klein 4. Dan paard. Dat is allemaal prachtig natuurlijk. In die laatste is het dan... ook voor de plaats. De wedstrijd om voor Jelle Brandman. En het totale klassement. Morgen is de volgende maandje. En die is dan in Boegaarden. En daar. Ja, dan hadden we hier hebben we en dan zijn er waarschijnlijk die wonen die er thuis zijn. Pieter Molen. Salaan, top de kort. Jullie worden graag aan het podium. Iedereen wil duidelijk zijn dat zo'n organisatie handenvol werk kost. Dat er veel mensen nodig zijn, vrijwilligers, die dat allemaal doen. Merci. Aan de sponsors ook. Aan de mensen van Vlaanderen, aan de Vlaanderen, aan de mensen van de pers. Aan de supporters, aan de coureurs. Allemaal bedankt. Ja, maar op. Dan zit je op het podium, hè? Nee. Ja. Maar het is natuurlijk niet simpel. Laten we ook blijven strijden en dan van duur. Nou, de 40 is voorbij. Het spijt me, het is goed.
verzocht. We waren slecht, hè? De laatste keer heb je nog prachtige wedstrijden zien rijden. Ja, we zien nog even tijd misschien wel, maar de roer was nog wat beter, hè? Nou, nu wat minder tijd. Zijn er anderen aan het trainen? Dan ja, minder tijd voor jezelf. En je zal meer moeten trainen om hetzelfde niveau te houden. En ik heb minder tijd, ja, dat is moeilijk. Ja, we hebben deze categorie te goed meedoen. Je moet alleen met jezelf bezig zijn. Ik heb dat veel jaren gedaan, maar het laatste jaar niet meer. Dus ja, dan zie je het achteruit gaan met de leeftijd. Plus ja, jezelf minder te kunt opbrengen eigenlijk. Want dat is ook wel het probleem natuurlijk. En dan eindigt het. Maar het is een beetje met pijn in het hart. Veel. Ja, ja. En dan kan de kikker zetten. Ja. Voilà. Hier is al een sigaar. Al een sigaar. Kom, joh, pak dat vast. Hier een glasje. Kom, joh. Dat zal de pijn verzachten, Tom. Een beetje noem. Maar die komt dan. Help, kom, joh. Ho, ho, ho. Anders, anders. Voilà. Ja, het giet de glazen maar vol, hè. Want... Tom moet toch wat getroost worden, heb ik sterk de indruk. Ja, ja, ja. Als je dingen aan me kunnen. Voilà. Voilà, vloemen en zoenen. Die vrouw klinkt. Ja. Gaan jullie maar dicht bij elkaar staan natuurlijk. Voilà. Ik heb een afgebied, kom, geef hem wel een. De sigaar achterdoor, de bloemetjes nog eens uit van de Frik Herman. Ja, wat krijg je er nog allemaal bij? Er is nog wat. Dat is een check, jongen. Ja, ja. Er wordt nog van alles overhandig. En dames en heren, ik denk dat we jullie eens moeten horen al wat hij gepresteerd heeft, hoeveel jaren we kunnen genieten hebben van zijn prestaties. Laat u maar eens horen, mensen. Het is goed gedaan, hè. En wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er dan met de fiets? Wat gebeurt er dan aan de maak gehangen, hè? Hangt hem er aan de maak, Tom. Voilà. Voilà, de ruimte. Ja. Ik heb dat nog maar even gezien. Ja. Ja, moet er nog hier op doen, hè? Tom gaat hem een goeie nog pakken. Ik heb het verdiend. Voilà. Hij staat erop. Prachtig gedaan. En dan gaan we naar het podium. Dan gaan we kijken hier. Want we krijgen Stijn. Wat een prachtprestatie. En dan op dit parcours. En dan met de oppositie die je bij had. Het was niet gemakkelijk. Zeker niet. Van die zeker niet. Maar ik had deze morgen al gezegd. Als ik hier ooit wil winnen, moet vandaag gebeuren. Dus? Ja, dat het lopen was en konden rijden. Ja. En dat is niet mijn sterkste punt. Dus dat ik al... Als ik hier aankwam gezegd, als ik ooit hier wil winnen, moet vandaag gebeuren. En dan ga je aan de haal, dan kies je voor de aanval. En ja, dan wordt het toch nog even spannend, hè, want komen ze terug, komen ze niet terug. Maar je was bijzonder sterk. Ik had in het begin al direct beginnen koersen en ik maakte een foutje. Zodat Hendrik weg was, maar ik kon dan toch met veel moeite er naartoe rijden. En de voorlaatste ronde voelde ik dat het helemaal weg was. Ze hadden juist doorgereden. Ik zeg nu aan stilvallen en op een gepast moment weggaan. En Hendrik maakte nog een foutje terwijl het iets korter kwam. Dus toen was ik zeker. In het algemene klassement natuurlijk, dat komt maar steviger en steviger voorop. Dat kan je nog moeilijk ontklippen. Ja, dat weet je nooit, hè, als een morgen val of zo. Maar ik probeer eerst te winnen. En aan het klassement kijk ik niet echt meer als een voorrij komt dan wel. Ja, voilà. Papa gewonnen, hè? Ben je blij? Ben je niet blij? Jawel, hè? Kan je niks zeggen in de micro? Nee, ze gaat niet zeggen. Ze houdt het voor zich alleen, maar ze is zeker heel blij. Jij bent toch ook blij, hè? Nee. Ze gaat nu op het podium natuurlijk. Stijn, neem je... Hendrik Zweek komt erbij. Die krijgt de trui van de Rietuitslag nu omgehoord. Stijn Huis ook al de trui van het algemene klassement heeft. Ingmar Uitenwillige komt erbij. Florian trui, Dave Klein in de Kodagex trui ook erbij. We hebben hier Senne de Meijer. Dat is de beste jongere in het klassement.
En Bart Verlaan staat erbij met een 1700 trui. En dat is dit podium, dames en heren, dat uw applaus verdient. Bloemetjes natuurlijk voor de winnaar. En ja, we doen onze pet af natuurlijk voor wat deze renners ons vandaag weer hebben voorgeschoteld. Mannen, allemaal knap gedaan. De treien mogen even uit voor jullie club, ons sponsors te plezieren natuurlijk. Gaan we even met... Voilà, dat wordt een mooi plaatje om nog lang van te kunnen genieten, hè? Zo'n dingen. Absoluut. Leon staat er allemaal op uw film. Dan direct voor de